Woensdagmiddag bracht de selectie van NEC hun jaarlijks bezoek aan het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Even een moment dat de kinderen niet aan hun ziekte of aandoening hoeven te denken en hun voetbalhelden in levende lijven te ontmoeten. Naast dat er alle ruimte was om op de foto te gaan met de spelers of zelfs even een potje te voetballen met Koki Ogawa, was er een heuse persconferentie waar de kinderen even de journalist mochten zijn. En dan zitten er bijzondere vragen tussen. Ja, klopt. Nee, dat is altijd leuk als je van zo'n kinderen zeg maar, zo'n vraag krijgt. Dan, je weet nooit wat voor vragen je kan krijgen, dus dat is wel altijd leuk. Of ze verkering hebben, let op man! Ik heb geen verkering. Oh, hallo! Ja. Of wat is een lekkere redding voor een keeper? Ik ben al blij als ik hem een keer pak, dus de mooiste dat... En dan kies ik de goal van zondag, van Sontje. Omdat dat een hele mooie goal was en ja, ook dat hij de hele sprint volhield, zeg maar, van begin tot einde en hoe hij hem afmaakt. Nou, als ik hem maar meer maak dan Robin, dan ben ik blij. Nou, ik zei het net ook al, ik vind altijd leuk, de leeftijden vind ik leuk. Daar zitten ze altijd naast. Ja, en dat deze journalisten natuurlijk onze spelers stil kregen toen de vraag er kwam van betrekking tot de salarissen. En dat gebeurt niet vaak, dat spelers stil zijn. Dus, als ik maar meer verdien dan Robin. Okay. Dat vond ik ook wel leuk. En een vraag in het Deens hadden we nog. Een vraag van een Ajax-supporter over hoe we Brian Brobby moeten gaan bestrijden. Zijn jullie bang voor Brobby? Dat is wel een hele goede vraag. Ja. Hij is wel echt heel goed, alleen we zijn niet bang voor hem. Het is niet alleen voor de kinderen een bijzondere dag, maar ook voor de spelers en staf maakt het bezoek aan het Amalia Kinderziekenhuis veel indruk. Nee, tuurlijk. Het is bijzonder om dit te kunnen doen. Ik denk dat we gezegend zijn met een staf en ook met spelers die uit het goede hout gesneden zijn qua karakter en mentaliteit. Dat zie je ook wel. Hoe lief ze zijn voor de kinderen, hoeveel geduld ze hebben, ook met zo'n persconferentie. Maar het vraagt natuurlijk ook wel wat van spelers en stafleden om hier te zijn. En zeker zometeen als we ook de kamers gaan bezoeken. En dat maakt altijd veel indruk. En dat zorgt er ook voor dat we allemaal relativeren. Maar we hebben ook spelers met jonge kinderen. En we scheiden dat wel, wie er wel mee gaan en niet mee gaan. Want dit is heftig wat je hier ziet. Schöne, mag ik nog een handtekening in het bed? Jazeker. Je hebt al een mooie shirt, hè? En wie vond je nou het leukste? Ja, ik vond ze allemaal heel leuk. Ja, en wat was nou de leukste vraag die ze kregen? Ja, ik denk toch een trucje doen voor die kinderen, dat is toch altijd net wat leuk voor hun. Ook pressure voor mij, natuurlijk, natuurlijk zit dat druk op. Hè. Ik vond hem wel tegenvallen. Ja, vond je hem tegenvallen? Ja, die schaam op. Ik doe het je trouwens niet nou, hè? Nee, ik dacht ik doe gewoon een rondje om de wereld, dat is altijd speciaal voor die kleine kinderen. En ja, ik dacht ik doe gewoon een schaars wat makkelijk voor hun, dus ja, was leuk. Maar voor de kinderen was het weer een onvergetelijke dag. Yeah!